De pers had een vraaggesprek met de voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo. En dat is dan Mike Nerkust, de burgervader van Paramaribo Noordoost, over de indiening van de stukken door de verschillende politieke partijen. Wat bleek is dat bij bepaalde partijen niet alle stukken in orde waren, waardoor ze de tijd kregen om dat alsnog in te dienen. Eén partij, OPSU, heeft aangegeven niet meer te zullen participeren in Paramaribo, maar voor de rest is alles vlekkeloos verlopen. U hoort Mike Nerkust. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Heer Nerkust, kunt u ons een recap geven van de dag? De dag is nog gaande, dus nu kan ik nog zeggen 16 minuten over 2, dus we zijn nog lekker goed. Ja, de partijen zijn geweest, met uitzonderingen van één politieke partij die heeft aangegeven dat die niet meer mee gaat doen aan de stemming in Paramaribo. Welke partij is dat? OPSU. Maar we zagen dat vele partijen zich aandienden bij u en later weer kwamen. Wat was het probleem? Er zaten misschien een paar stukken die ze bij, dus ze nog bij wilden toevoegen. En een paar documenten dat ze nog wilden bijvoegen. Eentje had niet alles voor de indiening. Nee, twee hadden niet alles voor de indiening correct. Dus dat moesten ze ook even in orde maken. Dan zijn ze daar naartoe gekomen. Wat moesten ze allemaal brengen vandaag voor die vereist? Want ik zag ze komen en gaan van mensen die met stukken weer moesten komen. En daar wat erbij moest zijn, de mensen moesten zich legitimeren. Ze moesten gemachtigd zijn van de politieke partij. Waartoe ze dan zijn gekomen om de dingen, om de kandidatenlijsten in te dienen. Er moest een verklaring van ze zijn, erbij zijn, dat ze zijn geregistreerd. Toch? En dan, de drie hoofdzaken waren. Toch? Dus er zijn nog een paar andere dingen bij. Maar om alles op te gaan noemen is een beetje veel. We zitten in het team en we checken het gedeelte dat bij ons hoort, dat bij dat gedeelte van. Dat lid van het team hoort. Maar er wel partijen die alle stukken hadden? Ja. Eigenlijk zijn alle partijen teruggekomen om weer wat in te dienen. Anderen hebben al heel laat nog een stuk bij gehad van een van de organisaties en zijn ook dan daarmee gekomen. En hebben de partijen zich gehouden aan de tijden? We hadden afspraken gemaakt in timeslots en de meeste hebben zich wel kunnen houden daaraan. Anderen zijn door omstandigheden. Eén partij, de mensen die moesten indienen waren zelf ook weer aanrijding, maar dus ietsje later zijn gekomen. Maar voor de rest is toch alles gelukt. En de bedoeling is nu van de stukken? Wat er nu komt is dat we tegen 3 uur dan gaan we dan de zitting van het hoofdstembureau beëindigen wat betreft dit gedeelte indiening van de kandidatenlijsten. En dan gaan we de onverwijld daarna de lijsten ter inzage leggen voor de samenleving, zodat iedereen kan zien wat er is ingediend als aan kandidatenlijsten. Dat is elke dag hier zo op het commissariaat. Zeker vandaag tot 6 uur en dan morgen overmorgen ook. En 3 dagen is het in totaal. Toch? Dat we de kandidatenlijsten ter beschikking gaan stellen van de mensen. En daartussen zijn we gewoon dan bezig zijn als hoofdstembureau te kijken als alles correct is voor elke kandidaat. Hadden jullie afspraken met de partijen, heer Nerkust? Wat ik daarmee bedoel, in het verleden, wanneer verkiezingen naderden, zagen we partijen die er een hele feest van maakten. Maar nu in verband met COVID-19 is het niet zo. Hadden jullie lopende afspraken met hun of hebben zij zich gewoon normaal daaraan gehouden? Kijk u, elke partij die was gekomen op de meeting hier, hebben we duidelijke afspraken mee gemaakt. En we mogen aangeven dat ze zich zoveel mogelijk daaraan hebben gehouden. Ben je tevreden met hoe alles vandaag is verlopen deze? Tot nu toe heb ik geen klachten. En u zegt, men heeft 3 dagen de tijd, dus ter inzagelegging, maar we hebben goede vrijdag, de zaterdag is het commissariaat open. De wet zegt 3 dagen, dus het is 3 dagen.
direct na de indiening begint de inzage legging. En dat is 3 dagen, dat is 3 dagen. En als het is dat we op de vrijdag moeten werken, en als het is dat we op stille zaterdag moeten werken, en als het is dat we op pas zondag moeten werken, dan is dat het. De wet zegt 3 dagen. De politieke partijen zijn met minder mensen gekomen dit keer. Dus het kan ook met minder mensen. Normaal is het met veel tamtam en alles. Dus het kan ook met minder mensen. Alles kan, zodat de wil aanwezig is.